Een nieuw fenomeen in het Surinaams verkeer is de e-bike. Je hebt ze vast wel gezien in het verkeer. Ze zijn net als een fiets, maar iets sneller. Heel klein en tegelijkertijd zonder geluid. Maar dat is wat Sahara zei, iets sneller. Heel wat mensen vinden deze e-bikes gevaarlijk, want men vraagt zich af, moeten ze wel of geen helm hebben. Maar bij de Weekpraat zijn we op straat gegaan om te vragen hoe de samenleving kijkt naar het fenomeen e-bikes. Het is makkelijk te besturen, je hoeft niet lang in een file te staan en je kan het vergelijken met de fiets. Vandaag gaan we in de stad om de mensen te vragen wat zij vinden over de e-bikes. De e-bike is onveilig. Bent u er eens of oneens? Helemaal eens hoor. Eens. Onveilig. En waarom ze? Jongeren, kinderen die niet echt de verkeersregels kennen die erop zitten in het verkeer. Nee. Een geluidloos bike. En iedereen kan ongeluk krijgen. Ze rijden als gek hoor. Het heeft een bepaalde snelheid. Niemand rijdt met de helm. That's about it. En wat zou volgens u de juiste oplossing zijn om het wat veiliger te maken? Verplichten dat ze een helm dragen. Tenminste bescherming. Net als wat voor de bromfietsers geldt, denk ik dat dat ook, en vooral die veiligheid bij die helm, dat moet ook erbij worden toegevoegd. Okay. En zou het nodig zijn om een rijbewijs te hebben voor een e-bike? Geen rijbewijs, maar... Tenminste verzekering. Nee, het hoeft niet echt, maar zodat ze maar weten wat de verkeersregels zijn.